En heb je ook nog wat doe-het-zelf coronakapsels langs zien komen? Dat je denkt van, Jezus, had er maar afgebleven. Nou ja, nee, ik heb geen gekke dingen gezien. Nee, nee, nee. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, ja. U dacht, ik ga eens even naar de kapper. Nou, ik verheug me al 2 weken, of tenminste hoe lang? Nu 10 dagen om hier naartoe te komen. Nee, het is 11 weken geleden. Dus het coronakapsel mag verdwijnen. Gelukkig weer aan het werk. Ja, hoe heb je de weken doorgebracht? Nou, eigenlijk heel divers. Sowieso natuurlijk in paniek en verdriet en ook wel rust en ontspannen. Op een gegeven moment weer even schouders eronder en gaan kijken van wat kunnen we dan wel doen. Hè? Dus ja. Verf thuis bezorgen, shampoos thuis bezorgen, klanten gaan bellen, zoeken naar oplossingen om toch wat inkomsten te hebben. En wat gaat er gebeuren vandaag? Wordt gekleurd en het wordt weer lekker mooi geknipt. En een kleine 2 weken geleden, toen hoorde je van, hé. Ja, toen ging het los. We kunnen weer. En toen sprong je een gat in de lucht. Ja, we hadden natuurlijk 's middags al signalen. Hè? Want het lekt dan volgens mij bewust altijd al iets eerder uit. Hè? Dat hebben we al eerder gezien. Dus in de middag hebben we al een mail gestuurd. Hè? Van we wachten met spanning. We hebben trouwens continu via ons afsprakensysteem. Want hier heb ik heel wat uren doorgebracht. Hebben we continu de mensen op de hoogte gehouden. Ook die middag. Hè? Van jongens, vanavond zitten we te duimen bij de tv. Duimen het ons mee. En vanaf vanavond na de persconferentie zijn we ook bereikbaar. Hadden we ook een tijd duidelijk aangegeven aan de klant. Nou, ik heb inderdaad met 2 telefoons en assistentie gestaan. Dus we stonden ook al redelijk snel eigenlijk vol. En de eerste week hebben we 70 uur gewerkt. Ik moet zeggen, ja, eigenlijk ontzettend leuk. Dankbaarheid van klanten, cadeautjes, bloemen, bonbons, kaarten. Nou ja, dan zie je dus echt. Nou ja, daar word ik bijna emotioneel van. Want dan zie je dus gewoon echt wat je waard bent voor de klant. Ik ga naar de kapper. En dat is 8 weken, 9 weken geleden, denk ik. Dus we hebben er weer zin in. En heb je ook nog wat doe-het-zelf coronakapsels langs zien komen? Dat je denkt van, Jezus, had er maar afgebleven. Nou ja, nee, ik heb geen gekke dingen gezien. Nee, nee, nee. Wat is er anders dan voor de coronatijd? Het begint een beetje hier, hè. De klant komt binnen. Ik vraag natuurlijk onmiddellijk of ze even willen desinfecteren, zoals je overal ziet. Vervolgens komt de klant binnen en ik heb 40 vierkante meter, dus ik kan. In principe zou ik 4 mensen kwijt kunnen, maar deze afstand van de stoelen is te dichtbij. Dus dit is maar 1,30 meter. Ik heb er niet voor gekozen om plexiglas of schermen of wat dan ook te zetten. Ik heb er gewoon voor gekozen om voorlopig even 1-op-1 te gaan werken. Het is smal, dus de loop is ook net geen 1,50. Dus dat is natuurlijk een stoelendans. Dus vandaar dat ik heb besloten 1 klant per keer. Of een klant om te kleuren en een klant om te knippen. En dan gaat dat verder prima. We werken natuurlijk met handschoenen. We kunnen met mondkapjes werken, die liggen klaar. Een aantal keer, ik vraag het. Soms willen klanten het ook. Ik zelf twijfel een klein beetje aan. Hè. Je hoort het natuurlijk ook in de media. Schijnveiligheid noemen ze het dan. Ik weet het niet. Weet je, je zult best wel iets beschermen. Wat ik sowieso doe, is alle stoelen, kaptafels, alles wordt continu schoongemaakt. Gereedschap wordt schoongemaakt. Op het moment dat ik achter de klant zit, praat ik. Op het moment dat ik dus aan de voorkant van de klant ga, dus om de voorkant te knippen, dan ben ik bewust ook stil, praat ik ook niet met de klant. Zijn mijn klanten bijvoorbeeld met chemo of klanten die dus ouderen die zeggen, nou, ik vind het wel prettig, dan doe ik een mondkapje op. Zie je ook voordelen? Ja, dat. Dus dat we tijd aan de klant kunnen besteden. Dat je aandacht. Voordelen voor mezelf privé. Dat ik meer tijd heb gehad voor mijn gezin en partner. En dat is ook wel erg fijn. En dat er heel veel dingen ook niet zo toe doen. Hè? Mijn wekkertje gaat. Dus dat betekent dat de klant die we zo lang even buiten hebben geplaatst in mijn tuin gaan uitspoelen. Ja. En gaan knippen en feunen. Hallo mevrouw, mogen we het eindproduct zien? Natuurlijk. Zo. Zo. Vakmanschap, hè? Ik ben hier bij Annemarie van de Beauty Salon. En jij bent weer ruim een week aan het werk. Vertel, wat is je ervaring? Lekker druk. Ja, mensen willen allemaal graag weer hun nagels laten doen bij mij. Ja, hoe merk je dat? Ja, ze beginnen zelf te bellen en te appen van kan ik een afspraak maken? En het is echt nodig. Ze hebben echt last ook van hun vingers soms. Hoe bedoel je last? Hoe kan pijn, je last? Omdat de nagels heel ver uitgegroeid zijn en dat is niet fijn. Nee, en heb je ook mensen gezien die zelf de nagels beplakt hebben met superlijm en zo? Nee, dat gelukkig niet. Wel heel beschadigde nagels.
Ja. Dat ze het eraf hebben gehaald op een manier die niet helemaal goed is, zeg maar. Oké, okay, dan mag jij het herstellen? Dan mag ik het weer herstellen. Je hebt een scherm? Ik heb een scherm en ik werk met handschoenen en een mondkapje, maar dat deed ik eigenlijk altijd al wel. Oké. Okay. Omdat we ook natuurlijk heel veel stof inademen anders. Maar er verandert in feite voor jou weinig als je al mondkapje en handschoenen gebruikte. Ja. Alleen een scherm tussen. Ja, maar het mondkapje deed ik na het veilen wel af. Want het is wel heel benauwd. Er komen in principe gewoon één klant per keer. En daar zit genoeg ruimte tussen de afspraken dat ze ook niet elkaar hoeven te kruisen. Ja, nou, hartstikke goed. Er komt gewoon maar één klant tegelijk binnen. En als ze met z'n twee komen, moet er iemand buiten blijven. Zo is het. Ja. Nou, het is lekker weer vandaag, dus... Ja, gelukkig. Vandaag is het geen probleem. Nee, ja. Maar de meeste mensen komen gewoon alleen. Dus dat is niet zo moeilijk. Nou, dankjewel. En aan de slag, denk ik. Ja. Ik ben Okkie. Ik ga vandaag ook even kijken in Boksel wat er voor de jeugd te doen is en wat ze aan het doen zijn. Ik weet het niet, ik heb gehoord dat hier een hangplek is voor de jongen. Het lijkt me verstandig dat we daar even gaan kijken. Ze hebben ons nog niet in het zicht, dus wie weet komen we ze goed tegen. Ja, voor de tv. Nou, we komen even kijken, want dit is een hangplek. En ik vroeg me eigenlijk af of dat jullie aan het vermaken waren en of dat wel een goede plek is voor jullie. Nee, er wordt hier alleen maar gevochten. Oh jee. Het onderling, nu met jullie of gewoon met stoppen? Het is allemaal kletspraat, jongen, die vrouwtjes, jongen. Ja, het is hier wel leuk. Groetjes, mannetjes. Ja, het is best leuk hier. Jullie hebben een eigen honk hier, zie ik. Hier is wel gezellig altijd. Is dit al lang hier? Drie maanden zeker wel. Drie maanden. Ja, prima, jongen. Ja. Hier is speciaal voor jullie gemaakt, voor deze groep of voor iedereen? Ja, jongens, voor iedereen. Oh, zo. Maar je zegt er wordt wel gevochten, is dat vaker dan? Ja, dat is meer gevochten. Je wordt helemaal niet gevochten, maar het is allemaal klets. Ja, allemaal klets. Het is wel meer gezelligheid hier toch wel. Ja. Dit is vandaag gewoon een beetje opgefokte sfeer, joh. Maar meer niet. Hier zo? Ja. Ja, waarom komt dat dan? Ik en hij hebben een beetje ruzie gehad. Ik wil ook kunnen van Noah. Maar ja, zijn jullie wel blij dat dit hier is? Ja, zeker. Ja, anders waren we op de deur, zeg maar, door de mout dan. Ja. En dit is iets waar je gewoon mag staan. Ja, inderdaad. Hier heb je tenminste je eigen plaatje. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar moet er nog meer gedaan worden voor jullie, of niet? Hè? Moet er nog meer gedaan worden voor jullie? Ja, wat je moet er wegkruimen. Ja. Wat moet hier dan nog meer gebeuren? Ik ben er een jongenscentrum. Nee, die is er al, joh. Die is net nieuw opgericht. Ja, die heeft wel gesneden. Welke jongenscentrum is dat dan? Dat is Dulf Omnius zoiets. Dat is niet Villa nog Villa die 18. Ja, daar komen jullie niet om. Dat is nou bij Oude Haven. Want eerst bij stoplicht, hè? Ja. Kopen? En daar is het ook wel leuk om heen te gaan, of valt het wel mee? Ja, er is nodig met veel te doen. Maar dat is het tijdelijk, zou ik zeggen. Dat ze nieuw zijn. Ja, ja. Dus daar is het bij de jongen. Hebben jullie nog wel zo dat politie vaak komt kijken of zo, hoe dat het is met jullie? Ja, de vraag is of die prima te doen is. Ja, oké. Nog één. Ik ben in ieder geval blij dat jullie een eigen honk hebben, dat jullie nog wel een eigen plaatsje hebben. Ik weet niet wat jullie nog meer zouden willen zien in Boksel voor jullie, deze leeftijd. Nog meer een McDonald's willen we. Ja. Komen jullie wel uit Boksel of niet? Ja. Ah, wel, allemaal wel. Zeker weten jij niet. En jullie hebben nu allemaal vakantie en dan straks weer naar school? Huh? Jullie hebben vakantie en dan straks weer naar school? Dat is gewoon. Ik blijf gaan jullie allemaal naar een nieuwe school of is het gewoon... Meester dit. Kom op de feest. Nee. Ja, leuk. Super. Wie zijn er? Nou, dit is dan een van de hangplekken in Boksel waar de jeugd zich kan gaan vermaken.
Hey jongens. Lekker aan het genieten van het zonnetje. Ja? Ja, het is wel cool hier. Ja, het is hier wel altijd echt chill. Ja. Ja, we zijn zo een beetje Boksel af aan het gaan. Zo van, nou, waar kunnen we de jongeren vinden? Toen hoorden wij van, nou, bij het station zitten ze wel. Zeker. Ja, het is maar een klein groepje nou. Het is misschien wel vakantie. Hallo, hier ben ik. En jullie hebben verder geen meldingen of zo dat mensen jullie hier niet willen hebben of zo? Of, nee, nee. Maar daar binnen wel bij het station. Daar zitten ze wel altijd. Daar zitten ze nu ook al? Nee, het is niet dicht. Maar met normaal gesproken zitten ze dan wel hier. Maar u bent dan een onderzoekcamping? Nee, het is gewoon voor Dommeland TV. Daar zijn we Boksel rond aan het gaan. En jullie zo, komen uit Boksel? Kom vanaf 6 september. Zo, dan kunnen we even chillen. Dat is chillen, hè? Ja, zeker. En daar ook niet op die hoek zo. Maar jullie hebben geen eigen plekje nodig ofzo, waar je lekker kunt zitten. Waar je inderdaad kunt zitten, want ja, jeugd is wel 14, 15, maar is het voor jullie ook iets of niet? Ja, kijk, wij komen uit Oosterwijk, dus wij weten het hier allemaal niet zo op onze duim, zeg maar. Oh, zo. Ik dacht dat jullie uit Boksel kwamen, maar dat weet ik niet. Nee, wij zijn gewoon Oosterwijk! Ja, chill. Ja, oké. Okay. Dan zijn jullie straks natuurlijk weer gewoon weg. Ja. Nou, het valt dus niet mee om inderdaad jongeren te vinden hier in Boksel die inderdaad zich vinden op een hangplek. We gaan even nog verder zoeken in Boksel. Hans. Hans. Heb je een woord? Nou, dit gaat wel lekker zo je ziet. We houden elkaar goed bezig. Goed voetbalspel. Zo kan het ook, wordt natuurlijk niks. Sluip lekker een potje aan het voetballen. Hey jongens, zijn jullie blij met het veldje wat jullie hier hebben? Ja. We zijn een beetje in Boksel even aan het kijken waar de jeugd zich bevindt in deze zomermaanden. Ja. We hebben al een aantal plaatsen gevonden. Maar ja, jullie zijn natuurlijk aan het voetballen. Ja. Dus. Maar jullie vermaken hier altijd wel goed? Ja, ja. Jullie hebben geen aparte plaats waar jullie kunnen zitten ofzo? Ja. Elke dag niet. Altijd wel hier aanwezig. Ja. Dus nooit geen rotzooi in troep. Geen... Nee, 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 ja, schitterend netje, jongens. Schitterend. Ja. Nou, dit was het even voor vandaag. De jongeren in Boksel in de zomermaanden. Zoals je hier hebt kunnen zien, is het inderdaad goed toeven in Boksel. Ze kunnen lekker voetballen. Zijn goed bezig met elkaar. Geen vandalisme. Ik zou zeggen, op een groetje. Tot de volgende keer.